erbij? Graag nog een citroentje met suiker. Citroentje met suiker, alsjeblieft. Dankjewel, hoor. Ze zeggen, hè. De mensen zeggen dat jij op Zweden gevaren hebt. En één keer met de koningin aan boord. Zag je dat toen al zo jokel uit? Hoe lang is dat geleden? En heb je naderhand nog dikwijls of van de gehoord? Ze schreef je toen toch zeker nog wel menige brief. Zo van, mijn Janus, sinds ik u zag, kan ik niet meer slapen, s'nachts en evenmin overdag. Ik heb u lief. Nee? Nou, jemig, weet ik veel. Ik praat niet met de mensen mee. Ze zeggen, hè, de mensen zeggen dat jij in Bremen aan het passagieren was. En ergens stond er een mevrouw, die was daar op een tramleer bezig om de raam te zemen. Toen zag ze jou aankomen en zodoende viel ze flauw. En jij hebt het toen opgeraapt. En jij droeg de brancard. Ze hebben ook verteld, in Genua, daar zwom een Griek de boot waarmee jij wegvoer achterna. Is dat waar? Nee? Nou, jemig, weet ik veel. Ik praat niet met de mensen mee. Ze zeggen, hè, de mensen dan, dat laatst in Marseille een baarmeid zich verhangen heeft. Uit liefdesverdriet. Ze wilde niet meer zonder jou. En jij mocht er niet lijden. Toen dacht ze, nou, dat niet. En toen verhong ze zich subiet. De mensen zeggen ook dat Rita Hayworth haar haar hebt laten blonderen. En haar neus hebt laten opereren omdat jij haar lelijk vond. Is dat heus? Nee? Nou, jemig, weet ik veel. Ik praat niet met de mensen mee. Ze zeggen, hè. De mensen zeggen dat er in Aarde, als jouw schip aankomt, dat er dan een hele lange rij van Arabieren vrouwen staat te wachten op de kade. En dan roep jij, toe, Lazarus, op. Er is niks voor me bij. De mensen zeggen ook dat jij van mij hebt gezegd, die Sjaantje, dat vind ik nou een toffe meid. En als die wilde, nou, dan was dat bedje wel gespreid. Zeg, is dat zo? Nou, jemig, weet ik veel. Ik praat niet met de mensen mee.